Brandprobleem. Ik heb hier een auto voor mij, maar die gaat niet kunnen rijden, dus ik rem maar af. Vertrouwd voor geen meter. Kijk, op dat zicht is collision nou weer fijn als het uitstaat. Dus tenminste kunnen doorrijden. Ja, er was een hier geslipt van track. En nu kan ik die easy inhalen, maar ik vertrouw hem niet. Omdat ja... Op een strijd en dan gewoon volledig aan de andere kant gaan rijden. Ja, er gaat weer een guy de pit in. Oh, deze ziet er nog redelijk lief uit. Alleen ik rem veel te laat. Oh. Alsjeblieft, laat ruimte. Oké. Okay. Laat wel ruimte voor mij, dat is al iets. Oké, okay, nu niet. Ik ga naar mijn binnenkant komen. Oké, okay, en snijd mij volledig af. Hey. Welkom bij de track. Of Formule 1. Ja, alleen nog één ronde van deze bullshit. Dat is einde. Maar ik kan geen eens remmen meer. Oh nee, kut, ik heb nog een 2 seconden penalty. Fucked. Voilà, ik heb mijn remmen nu op 70% op mijn voorkant gezet. Ja, why not? En het helpt voor geen meter. Kom aan, ik moet nog 800ste van een seconde van die gast uitrijden. En dan kan ik nog voor hem finishen. Fuck! Vijfde. Het is nog voor mij geëindigd. Even u bekijken. Ah, dat is wel kut. Ik zie het gewoon. Heel uw vleugel is weg. Fucking Jeff zegt zo, ah, maakt niet uit joh, vergeet die actie, gewoon verder denk aan uw race. Ja, what the fuck. Fucking kut. Any block in the game, yeah. Is gonna go a maar heeft er dan niemand anders nog een penalty gekregen? Bij die start zou ik toch denken, iedereen heeft bij de penalty moeten krijgen. Drive-thru, hè? Ja, maar zoveel heb ik ook niet gedrive-thru'd, hoor. Je hebt 3 rondes. Nou, ik ben nu 5e geworden. Wat ik wel zo vaag vind. Want ik had een 2 seconden penalty en die voor mij dan niet. Moet ik eens kijken hoe er allemaal een penalty heeft. Vier seconden. Allemaal achter mij de penalties. Ah, kut. Wil je een andere lobby joinen of? Nee, speel maar door. Piet, zit je nu gewoon leaner en kunt je dan gewoon iedereen beuken als je... Ja, daarom kan gewoon iedereen. Iedereen jeuken. Eens even kijken, ben ik leader of ben ik geen leader? Ik vind dat ik wel leader mag zijn. Nou, voor vijf. Ik heb die gast een bericht gestuurd dat Paard leader was. Dus ik vind dat ik dan de leadership overkrijg, want ik ben de enige die stuur. Oh. Zet. Ben ik zo leader? Bob. Dat was ook goed. Dan ga ik iedereen eruit kijken. Nee, ik ben geen leader. Wie is leader? Van je een random guy van Red Bull.
Money mop. Terwijl ik gewoon eerste sta in het klassement. Ik zat 2 seconden achter je, 2 punten achter je. Hey, 3 Belgen vooraan, zie we. Zie we. Ja, dat is mooi. Wow, leader gaat gekke shit changen. Hoe gaat Hongarije ook alweer? Oh, don't let the caving get you down. Oh, Hongarije is nog gewoon nice op zich. Wat staat er nu? Car set up full, safety car off, collision on. Maar heeft de dingen veranderd? Nee, performance realistisch. Echt? Ja. Oké, okay, lief session. Of we moeten vragen gaan. Nee, ik ben ook lief. Secret tunnel! Hey, river people! We're not river people. Waarschijnlijk reed hij bij dingen of zo. Ja, hij reed met Mercedes dus. Ja, man. Zo net. Ja. Ik ben alleen aan het joinen. Zo. Ze staan wel 5 van de 5 van de race, dus je moet even wachten. Wow. Beter dat dan spring. Hmm. Oh. Niks. Oh. Ze zitten met 2 en dan wij. Dus ze zitten met 4. Als ze goed kunnen rijden, waarom niet? Hè? Ja. Kijk hoe lang die al bezig zijn. Hoezo? Ja, 3. Jij hebt nog maar 2 gedaan. 2. Ja. Maar dan komt dat die dikke punten hebben gehaald dan. Hè. Secret tunnel to the mountains. That's ready, Steven. Secret tunnel. See now. Your turn. Ladies! Ah, fuck! Oh, wat een meme. Gebu Toro Rosso Honda. What the fuck? Het is echt fucking hard aan het regenen. En donker. Ja. Yeah. Ik ga echt slippen zelfs. Ik ben al aan het driften. Ik kan beter driftcar genomen. Ik heb muscle car. Nee, driftcar. Fuck mijn sokker. Driftcar, jongen. Niks tegen mijn sokker. Nee. Fucking fuck Mustang. Chevrolet. Ja, oh, Chevrolet heeft ook goeie. Nog zo'n goeie oude Dodge. Raptor. Oeh. Ik wil wel een Ford Raptor hebben, hoor. Goeie SUV. Maar drift... een Dodge Ram. Nee, joh, ik ga zo'n driftcar thuis hebben in de garage. Dat is gewoon heerlijk. Papa heeft een Dodge Ram. Ja, maar een driftcar in uw garage hebben staan. Als je er gewoon even zo'n skuskut op de weg als snel is. In de parkeergarage eigenlijk zo. Nee, joh, midden van de oude snelweg. De handrem optrekken, jongen. Ik vraag me af, hè. Hebben die drivers het nooit koud als het regent? Nee, ik heb dan een gekke regenpak aan. En ook zo van heat pakje.
gewoon zo'n elektrisch stoofje in de auto. Oké. Okay. Ik krijg 1,49. Ik niet. Ik krijg laatste. Ik ben tweede, hoe de fuck staan als die eerste guy? Ik ben vijfde. Hey, level 27. Nou, ik ben laatste. Ik krijg gewoon 6 seconden verschil met de eerste. Die twee Nederlanders helemaal geowned door de nieuwe guys. Die zijn gejoind, ja. Ja, en let je mij die als laatste uit. Dan begin je met die in de back zo steken. Zo. It's a bit of a rattlesnake. It's a bit of a rattlesnake. Ba la 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 bamba. Ba la 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 bamba. Ja, het is droog. Van de pasta en gracia, poquita tina en arriba, arriba. Porky sere, porky sere. Ja, daar zat jij. Hij lag bezot met dingen. Jumpstart. Oh, die Red Bull is fucking snel. Help, twee kanten. Wop. Wow, als ik heb 2 seconden penalty. Achter u aan. Ik heb 2 seconden penalty. Lekker. Collision met een van die kut Nederlanders, omdat die mij gingen omsingelen. Ik heb die Mercedes getagd, dus nu is mijn front wing een beetje damaged. Oh, laat me zo! Excuseer. Ah, kut. Nu is die Mercedes hier. Oh, kut. Ik kreeg die achter mij. Wat doen jullie allemaal? Binnenkant! Hey, ik keek te lang achter mij. Ik was naar u aan het kijken. Ik zei, nope. Oh, die Mercedes gaat zo traag. Kijk hoe traag dat die gaat. Ik haal die in. Wop. Gas meepakken. Een beetje maar. Maar ik heb toch een 2 seconden penalty. Wop. Weather report. Oké, okay, geen regen voorzien. Hola, je gaat wijd. Ah, hij laat echt weinig ruimte. Hij liet geen ruimte. Ja, nee. Sukkel. Oké. Kwaadzibbe. You attack. Yes, I am pushing. Ja, maar dat is ook gewoon weer geen ruimte laten. Hè. Die guy laat geen ruimte, dus dat is wel waar. Ja. Aars, niet meer aars zitten. Nee. Ga weg. Ga weg. We moeten voorbij die guy, want die gaat echt veel te traag eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Wop, een beetje. Klein beetje steentjes meegenomen. Nou, een klein beetje. Jullie hier gaan jullie allemaal zo wijd, joh, alle twee. Ja, maar ik heb damage aan mijn wing, Lars. Oké, wop. Lars, je gaat zo wijd. Ja, ik had onderstuur. Ik wou iets te veel gas geven in de corner. Nu, I fucked up. Ik ben sneller als die, maar ik kom er gewoon niet voorbij. Ja, dat had ik dus ook, hè. Je zei, ik ben ook wel eens ook sneller. Maar dan gaat hij zo kut geen ruimte. Ga gewoon ridge, want die gaat niet. Daarnet ging toch geen ridge pakken op een rechte stuk. Nee, ik heb nu ridge. Maar zo kut dat ik nog geen DRS kan hebben. No. Drive in front. Say that again, we're having trouble receiving. Drive in front! Ja! Ben er van mij! Toch niet! Oh, want we gaan hier zelfs alle vier samen komen te zitten, hè. Let maar op, hè. Alle vier? Ja, achter mij zitten er ook nog twee. Ah, gezellig. Nog die Nederlander. Ja, fuck Nederlanders. Ja, een beetje naar mijn benzine moeten kijken, want...
En je moet alleen op de rechte stukken pushen. Ja, ik ga nu op lean. Siebe, karren! Ga maar op mijn weg! Op mijn weg, downtown. Doe maar, fluffy dog. Scooter, skibberdabberdabberdoo! Driver behind. Driver in front. Je hoort nu wat hem zei. Kut, ik verlies 17e per ronde, fuck! Ja, het hoorkarren gij. Mijn vleugel is kapot. Mijn vleugel is kapot, Lars! Ah, ja, nu is die Nederlander ook meer in mijn kont dan beuken, hè. Kan je niks aan doen, die rijdt dan door. Ja, dat gaat, die rijdt een wami zonder vleugel voor mij. Dat is het probleem. Rijd nog eens aan doen als hij tegen mijn vleugel aanrijdt. Siebe, I have slipstream! Ja, kom er dan voorbij, ja, man. Wop. Pas op! ik kon niet meer rijden. Godverdomme, man. Kut, nu is die greppel ook voorbij, Lars. Die was funny. Oké, die greppel geeft wel ruimte. Ja, oké. Ja. Ja. Die andere guy geeft geen ruimte. Ja, die wat achter mij rijdt wel. Oh, kut. Oh, oh, oh. The fuck doet jij nou? Wop. Thanks voor mij er voorbij te laten, want anders... Dat is graag gedaan. Ja, anders lag ik uit de bocht. En mijn vleugel was dan ook naar de kloten. Maar ik ben echt nog fel op het gras gegaan hoor, dus... Nu zit jij weer in mijn kont of wat, godverdomme. Ik rende heel laat, sorry. Oh nee, kut, ik ging te fel op de curb. Curb. Mike, jij neemt gras mee. Ja. Hoetje. Kut! Super. Kut, Rebo. Oh! Laat! Rebo! Dank je, Rebo. Oh, zeg een die actie van die Rebo. Had hij getived? Ja, die reed gewoon die rending ineens. Fucking zo net, man. What the fuck doet hij dan ook? Maar ik zag die reed op de lijn. En toen zei hij naar binnen komen en dacht van helemaal wat gaat hij doen? Die kan ik nooit meer aan de binnenkant van Lars. Opeens, ah, ik heb toch aan de binnenkant. Ja, en ik zat daar ook gewoon, hè. Oh kut, ik verliet de remmen. Fuck. Nee, Renault, verneuk het nu niet voor mij. Komt hier Renault aan mijn binnenkant. Fucking. Oh ja, nu is mijn race gewoon verneukt, hè. Ja, en ik ga nooit die Rebel achter mij kunnen houden. Ja, en ik heb 2 seconden penalty, dus ik kan ook niet meer die Renault inhalen. Want ik zit nu achter die te bengelen. Achter de Renault? Ja, en nu ben ik geslipt in het gras. Fucking bullshit. Ik ga gewoon een dreigmail sturen, hoor. hoe kan ik die... Nee, ik kan die guy niet zien en dat is het probleem. Nou, wie gaat je een dreigbericht sturen? Ja, naar die fucking Red Bull. Wat komt die aan mijn binnenkant? Die houdt ruimte, Ja, dat zag ik, ja. Fucking ja, maar die houdt ruimte. Ja, maar dan moet hij alleen... daar niet gaan diven met zijn stom bakjes. Dat was wel ergens. Volgens mij kreeg het horen van Jeb. We need to send it. Ja, maar nee, dat gaat er echt gewoon. Dat is toch die Nederland, dus stuur gewoon even. Hey, yeah. Wat was die move, joh? Hij zegt ja, Formule 1 overtaken. Hij zegt van gast, dat is gewoon een divebomb, dat is geen overtake. Dat is voor geen suicide. Ja, nu leek een mooi laatste. Fucking kanker. Oh, dat is zo toxic, hè. En ik ben natuurlijk ook nog de enige die een penalty heeft van 2 seconden. Zo sneu, ja. Ik ben wel blij dat jij er boven zit, want anders... Yes, cut your back. En ik ben erover. Fucking bullshit.
Zesde. Derde. En ik qualify tweede. Ik qualify tweede. God, ik qualify zesde. Kut. Je zit wel nog derde. Ah, is mooi. Nee. Maar San Marinero. Oké, okay. Ik heb nu een dreiging als Jonah die gast. Ik kan niet in vol profiel. Oké. Ogenblik geduld. Die vond gewoon een penalty van 2 seconden. Bericht. Bericht verzenden. Voilà. Wat? Was die duimbom in de derde ronde? Ik heb gewoon zeggen, wat was die move? Ik doe het mooi, ik doe het met een vraagteken. Ik doe het met een vraagteken. Hey. Als je daar geen respect voor hebt. Hey, Frankrijk. Waarom is het 2 keer fucking Japan? Can somebody explain why it's 2 times Japan. And 2 times the USA? Japan. Taiwan. Zijn Japan. Echt, zeg maar eens uit, waarom is 2 keer USA en 2 keer Japan? Geen kutbanen. Weg ermee. Japan. En ook 2 keer Brazilië. Want die staat niet op ready, die ziet je. Die is me aan het terugsturen. Ik sta ook niet op ready. Oh, ik zal een ready doen. Super. Nee, ik ga gewoon ready. Start gewoon. Stik in huigen, guys. Nee. Zeg dan. Hé. Verremde mij, excuseer. Hoe kan je dit? Nee, maat. Verremde mij, excuus. Oké. Stuur gewoon, dat is een divebom mee, je komt vol aan mijn binnenkant. Ik zie wel, oké. Hij zegt excuus, dus. Oké. Kan die, weet hij wat Sava is of snapt hij dat niet? Jawel. Sava. Kava. Kava. Waarom is Ready Up gedaan? Ready up. Die verschillen iets veranderd bij de instellingen. Ja, maar ik zie niet wat. Misschien weather, vehicle damage regular of zo, of corner cutting regular of. Misschien ghosting on. Wie is er niet ready? Wie is de laatste fucking guy die niet. Niet. Die Franse wat. Daar komt nog een. Dat zijn er twee Fransen. Het zijn weer als de Fransen. Weer die balen, hè. Weer die balen. Ja, maar dat zijn Fransen, dat zijn geen Walen. Ja, maar het zijn ook Walen. Walen werken. Gimme a man after midnight. Hey, kijk, dat stuk waar je gewoon rechtdoor kunt rijden. Fuck bochten. Gewoon rechtdoor rijden. Ook gewoon langs twee kanten, hè. Wom. Korte baan. Allee, excuus had ik gestuurd, hè. Excuus. En moet je hem ook om vol schenken. Vol dive om, joh. Maar gewoon daar heeft hij waarschijnlijk ook die 2 seconden penalty voor gekregen. Ja. Goed, gewoon maar de eerste bocht moet je gewoon full senden. Ja, het regent niet! Ja! Oh, moeten we nu dingen gaan? Maximum... Nee, toch niet. Kijk voor rechte stukken. Ja, maar die bochten zijn kut als je dat met maximum gaat doen. Wat pakt jij nu dan? Increased. Downforce of topspeed? Topspeed? Ja, ik kan ook downforce pakken, hè, man. Dat heb ik nog nooit gepakt. Een rijtje trager, dat wil ik niet. Ik kon sneller rijden. Downforce is fuckboy. Fuck bochten. Doe het niet aan mee. En ik leg uit de bocht. Nee, is niet waar. Is niet waar, hem. Maar deze eerste 2 bochten zijn wel kut, eigenlijk. Hè. Ja. Dat is zo, ja. Kut bochten. Ja. Min of meer. En als je die 3 bochten daarna, waar ik nooit weet, moet ik nu remmen, gas geven, gas los. Wat moet ik doen? Ja, je moet dat een beetje van beiden, hè. Ik wil altijd een beetje gas los. Wop.
Mijn DRS management is altijd zo fucking on point. Want dat zie ik ook als ik zo dingen rij, hè. Carrier en dan track management natuurlijk altijd. Dan zit je ook hoeveel seconden. Ik zit echt gewoon 0,012 seconden. Dan denk je van, ah, pretty goddamn nice. Die bocht vol snelheid. Deze bocht een beetje gasloos, beetje remmen. Ik rem nooit, maar ik ben veel te wijd geschoten. Ja, maar ik moest remmen, want ik ging heel wijd. Te laat ingestuurd. Ja, ik remde dan niet, joh. Ik ben gewoon gaan aan de buitenkant van de baan. En dan extended track limits, you have been disqualified. Goed. Hop. En nu finished iemand. Nu. Oh. Ik ben derde, denk ik. 1.34.439. Ik 34 op de kop ongeveer. Ik sta. Zesde? Ik sta tiende. Nee. Ik weet niet hoeveel ik sta. Achtste. Kut! Ik zit tussen de Nederlanders. Siba. Echt? Help! Ik sta achter die Nederlander. Help! Kom maar in de zon, tussen. Jij moet de eerste beuken, dus dan buk jij hem weg. Jij stopt dan. En dan gaat die andere tegen in uw kont en dan ga ik gewoon vol in zijn kont. Tactiek. Wat? Wat? Dat is lekker, bro. What the fuck zit jij bezig? Hey. Het is hier zonder berg, ja, mannen. Give me your man after midnight. Give me a man after midnight. Lars, ze zijn het eerste die nog aan het laden is. Doe door. Ja, is hey man. Ik was even twee droge boterhammen aan het pakken. And it's alright, so then away we go. Nee, Nederlander! Wat? Maar die Nederlander vertrekt fucking snel. Lars, stop, ik ben Reis. Lars! Ja. Ik kom je buk langs achter. Het regent! Nee! Super! Wat? Super! Wat? Het regent! Oh, ah. Nee! Super! Dat ben ik! Maat, wat is dan mijn fout? Ik reed op de baan. Jij reed tegen mij aan, man. Nou, oprotten. Nee, man. Ik stond aan de binnenkant, jong. Nu reed ik laatste. Ik reed daar. Dat is niet waar. Heb je ooit gehoord van ruimte laten? Ik zat toch aan de binnenkant van de bocht, jong. Nee, ik zat daar. Ik was op de trek af. Dat is waar, geen boosje. Dat is echt. Die Nederlanders zitten weer achter mij. Ja, ik reed zesde. Nou, ik kreeg fucking tiende door uw fucking gekke manier. Mijn fout! Ja, maar ik zat echt aan de binnenkant van de bocht, hè. Ja, en ik kreeg van de baan af. Ik? Ja, omdat jij mee beukt van de baan. Nee, ik kreeg van de baan. Ik was off-piste. Ik zat aan uw binnenkant. Ik was, toen ik op u riep, toen moest ik helemaal naar links uitwijken, zat ik opeens off-track. Ik had scheid, ik bleef van de off-track rijden. En toen zat ik daar aan de binnenkant. Ja, maar wat moet ik nu doen? Mijn vleugel is kapot. Oranje, en het is aan het regenen. Zou ik gaan pitten? Ah ja, even nog één ronde wachten. Even wacht nog één ronde. Want een beetje nat is flashback. Ja, pit. Oh, iemand gaat volstaan het weg. Oké, dan ga ik pakken en dan doe ik op yes. Repair wing damage. Iedereen gaat strategy kijken. Ik ga ook pitten, ja. Ober, gaat jij niet zorgen voor dubbel stack sessie? Box this lab. Okay, we can take you this lab.
Sorry man, ik kom even aan die binnenkant. No offense. Oh maat, ik schuif door. Maat, je zou voor minder doorschuiven. Oh, misschien moet ik niet op rit gaan rijden, dat is misschien anders. Oh, er is een guy aan mijn binnenkant. En hier lag een stukje vleugel van een racing point. Het is maar dat je het weet. Maar mijn auto wil niet doorschakelen. Ja, mijn auto wet, wedde wet. Oh nee, nog steeds enters. Ja, box this lab, dat is deze dan. Nieuwe strategy. Ja, je zit iemand luid. Eigenlijk moet jij wet. Ah nee, interim, nee. In het, die wilt what the twee, fuck? Die Renault die snijdt gewoon de weg af toen ik, zoals ik dat zei. Dan krijgt hij een penalty. Box this lab. Nee, ik ga eerst een warning, hè. Hey, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. Niks mee te maken. Maat, ik kan mijn bokje niet eens nemen. Ik blijf gewoon doorschuiven. Oh, dat is leuk, joh. Zo'n beetje regen. Hey, Nederlander. Waar is die putlijn? Oh, help. Dit is zo kut. Maar iedereen is ook... Zou niet beter wets pakken of inters? Nee, inters. Je hebt geen wets nu. I don't know. Nee, hoeveel rijd jij? 4. Ik rijd 7. Teammate is in de pit. Kut, 3 seconds of time penalty, voor wat? Ah ja, kut, ik moet handmatig doen. Kut. Nee, Siebe! Nu gaat je mij tegenhouden. Beter houd je mij niet tegen de pit. Ik kan je tegenhouden. Maar nu naaien. Go! Oh, daarin, nu kom ik kijken. Ja, dat is mooi. Ik krijg 5e met mijn pitstop, dat is mooi. Kut, je moet mijn vleugel pakken. Kom aan! Oh, lekker. Ik ben echt veel benzine kwijt, ja. Kun je een safety car poelen of zo? Ik weet niet of die aanslaat. Nee, is dat uit. Is er iemand niet gaan pitten misschien? Ja, iemand is niet gaan pitten. Ah nee, iemand is op wets. Onze Nederlandse vriend die mij gebukt is op wets. Op wets? Waarom zou ik op wets gaan? Goed hoor. Het is eigenlijk helemaal niet twee voor wets. Ja, ik weet het niet hoor. Misschien toch wel, want het is redelijk hard aan het regenen. Ja, maar uw wegdek is ook niet nat, hé. Hey. Uw wegdek is niet nat! Ja, nee, niet zeiknat, zeiknat. Het is wel nat, maar... Is... Ja. Ik ben geen laatste. Ik ben 5e. Oh, daar rijdt mijn haas. Ik slip. Ja, ik kan niet, ik ben nu even online aan het rijden. Ja, wacht nou even, ik ben mijn trek klaar. Hoeveel rijd je nu? 4. Oeh, lekker. Want ja, ik heb iemand ingehaald, die reed nog op de softs. Echt? Oh, ja. Misschien haal ik die ook nog in. Hij is nu de pit wow. In. En dan haal ik die ook nog in. Ik ben nu aan start-finish. En de achtste rijdt hier voor mijn neus. Maar ik don't ken. Haal hem in. Ah ja, ik haal die in. Aha. Fucking. Wop. Ah, oh, kut, ik zit ineens in zijn rug, joh. En die laat vissel druppeltjes op mij komen. Als voordeel, ik rijd in niemands land nu. Nou, dan zit je, want die achter mij rijdt 10 seconden achter mij. Die andere gast zit weer op softs. Waarom zou ik op softs zijn? Waarschijnlijk heeft hij gewoon in de pit gaan en stond daar op softs. Ah, kan.
Oh, ik slaap weer. Wat? Green flag? Wat? Hey, final lap of the race. Maar rit je 5 of 6e? 4e. Oh. Oh, ik rit... Oh, kut, ik heb... lage benzine. Hoezo, hoeveelste rijd jij? 8e. Maar ik kreeg ook die green flag shit. Ik rijd nu nek aan nek met een fucking McLaren. Oké, die beukt mij. Ik ging aan de binnenkant van hem. Ja, ik zie het, je hebt yellow flag. Ja, hoe zou dat komen? Ik kreeg op het eerste sector, hè. In de eerste bocht er wij ook zijn gecrashed. Ik ging aan de binnenkant van de bocht. En hij zat aan de buitenkant. En ja, ik had eigenlijk niet zoveel ruimte, maar ik ging er toch voor. En hij ook. En ja, toen had hij mij een beetje gebuikt, hè. Ik vind het zo schrik dat die track zo opgedroogd is, hè. Ja, dat is waar wij het meeste rijden. Dan kun je ook zien waar mensen uitwijken. Ja, dat is iets voor de banden. Mm-hmm. Oh, karma's a bitch! Oh, hij is gecrashed. Kut. Was gecrashed. Maar ja, ik kan hem niet meer inhalen. En daar is de finish. Kaboom! Ja, man. Heb ik gedaan? Hoezo? Ik heb hem overal plukken allemaal omhalen. Ik heb hem met Nala uit. Kijk. Dus daar ligt zelf toch overal. Ik heb toch overal chance gestofzuigd. Ja. Dat is niet zo goed. Oh. Die gaf me zijn plaats terug. I'm thirsty. Go to toilet. Hallo Schnibbi? Schnibbi?
kut, ik ben met mijn wachter. Ik kan niet op Smart School meer inloggen. Dat is toch spijtig, hè? Oh, kut, toch wel. Fuck. Ik had even het foute wachter erin. Hé, hey, Sibe, ik ben gewoon nog 50 geworden. Goed zo. Ik was 4 zeker, hè? Ja, ja. Nee, ik was 6. Was... Kan ik nu... gaan naar... schoolagenda. Kan ik nu eindelijk zien waar ik morgen moet zijn? Hallo? Nee, dat gaat je echt pas morgen zien. De laatste van het nieuwe schooljaar niet. Open je schoolagenda via de kalender van de startpagina en kies op voor 1 september. Huh? Open de schoolagenda via de kalender. Ga naar... Nee, dan moet je op die kalender daar duwen. Kalender? Oh. Maar dat is als je pc's hebt, zo apart een kalender, kun je niet veel op de telefoon nog hebt. Ik snap er een klote van, ik weet niet wat het moet zijn. Dinsdag. Ja, België. Wow, mijn beeld spaced hem helemaal. Oh. Maar nee, ik wil niks in mijn kalender zetten. Ja, start. Ik moet iets vragen. Wat? Wanneer moet ik op school zijn? Morgen, hè. Ik geef het 3:30, hè. En hoe kan ik nu ook dan vragen of jij misschien met Luca tot aan het station, tot aan de juiste bus wilt gaan? Bus 18. Dan moet je toch wachten tot die bus er is? Die gaat er waarschijnlijk al eens. Ik heb een bericht aan ze met... Oh, kut! Heb je zelf gedaan te installeren? Ja. We zijn al begonnen. Mm-hmm. Ik was niet aan het gas geven. Het is toch niet klaar. Roesuben voor de big boys. Mm-hmm. Full gas of not? Oké, muur. Kut. Ik zit te dicht in gas. Bij Roesuben. Ik zou nog gas losgelaten. Bij het begin, hè. En ik ben vol tegen de vangrail opgereden. Maar op die begincurb kunt je er al over rijden. Dat doe ik meestal. Ja, dat doe ik ook. Maar ik ging iets te fel erover en ik kwam tegen de vangrail daaraan. Ah, dat is kut. Ja. En nu heb je een little bit wing damage. Maar nog doenbaar, of? En ja, nog doenbaar. Maar ik heb een hoes volledig over het gras genomen. Oh, omdat ik echt doorschot. Ik had een hoes gecleaned. Ja, snap je? Ik nam die curb te kort en zo tegen vangrail, wat ook dan rechtdoor knotst in plaats van naar links ging. Je moet echt goed qualified. Ik heb geen zin om echt te veel naar midfield te zitten klooien. Nou, ik denk dat ik een en al midfield ga klooien vandaag, deze race. Nee, ik was zo ook. Oh. Dus mijn Smart School werkt wel. Oké, de bus stop, Lars. Ik kon de nou make de bus stop. Van de chicane. Wat? De 5? 1,46. Ik heb 1,48, 5,67. Ik heb 1,51. Nice. 9. Maar ik wil zien waar ik berichten. Ik sta 50, jij 6e. Hoe hard sukken dan de andere teammates, joh? Ik weet niet eens hier. Ludo zeggen dus. Waar ik maar moet zijn, Ludo. Oh, Ludo. Waarom staan mijn lessen nog steeds niet online? Ja, mijn ook niet, dus. Dat voor iets. Ik ben, het is morgen fucking school, lessen zijn gewoon niet online. Geef het 6 jaar, Sibbe? Ja. Oké, dan ben ik 5 jaar. school. Moet je dat echt zo uitrekenen? Ja, ik weet dat toch niet meer. Vergiet dat soms. Oké, ja, anders was ik om. Je moet pas om 11 uur op school zijn. Ja, ik moet om 10 uur pas op school zijn. Dat is het enige wat ik weet. Ik kom om 11 uur en ik moet naar een klaslokaal. Dat weet ik niet waar je naartoe moet. Man, dat is niet voor mij, ja, tweede graad. Jij zit de lesuren. Wat moet je mij de lesuren? Jij zit 30 graad, Lars. Mm-hmm. Nee, ben ik 30 graad? Fuck! Ben ik 30? Ik ben daar. Ben niet. Ah, kut, het is dik reen. Ik heb in. Ben ik 30 graad? Nee, ja, ja. Vijfde, middelbaar is 30 graad, ah, ja. Nu heb ik een andere directeur.
Dan heb ik Luc, dat is een homo, maar dat maakt niet uit. Een homo. Ja, die is samen met een van het secretariaat. Oh, maar hoe is dat? Ga je nul? Oh, wacht, hier zag ik waar ik moest zijn, maar nu is hij irritant. Vijfdejaars. 4 CV, Juri Haube, E, D, 3... God! Oh. Wat? Ik hou in mijn X niet ingedrukt, ik was aan het leren welk klaslokaal ik moest zijn. Oké, die Williams komt echt kut doen. Oh, ik ga veel te snel. Oké, daar zit iemand aan mijn werk. Oh, ik vlieg! En ik sta achter, was geparkeerd. Hé, dat is handig, joh. Ja, maar nu moet ik Oroes gaan overleven. Ja, ik sta laatste. Nee! Red Bull, er is een wegversmalling! Snap je dat niet? Allee, allee, ik lig hier. Ah, merde, sacre bleu. Oh, zie je. Nee! Kut Ferrari! Maar zie je, dus je weet hè, de wegversmalling daar hè. Ja. Bij Rouge. Hè? Die Ferrari, die Red Bull komt aan de rechterkant van mij. Ik zeg nog, wegversmalling. Die pakt vol die wegversmalling. Vol tegen me gaan. Vol, ik tegen de box muur links. Slap. Ja. Ja, en toen, ja, en toen iedereen dood. Ah, oh, merde mij. Maar het begon als kut voor mij, want die kut Williams die sneemt mij af. Komt die Red Bull, uw Red Bull, kwam aan de binnenkant terwijl er geen plaats meer is. Ja, ik vlieg omhoog. Ik stond achterwaarts. Ja, bij mij kwam die ook aan de binnenkant, maar die dacht dat hem... Ja, die dacht dat hem alles aankwam. Die dacht dat hem Max Verstappen was. Maar nou, ik stond tegen de curb aan, gaat hij nog aan mijn binnenkant proberen te komen. Ja, bij mij gaat hij aan mijn binnenkant en dan komt opeens daar die wegversmalling aan. Dat had hem niet berekend, denk ik. Vol tegen die wegversmalling. Calculaties waren mis. Ja, nee, vol tegen die wegversmalling aan, vol tegen mij, ik vol tegen die vangrail. En ja, toen was... Toen kwam ik er langs. Ja, toen had ik een rondje gedraaid, zie ik opeens Siebe langs die auto die daar zijn wiel kwijt is, er tussendoor nog gevlamd. Ja, hier kwam ik te hoge snelheid aan. Ja, ik dacht dat ik u had geschept, maar dat was een andere Red Bull. Nee, dat gaat mij niet geschept. Die opeens voorbij mij kwam gezoefd. Ik moet ook pitten, by the way, dus dat wordt nog gezellig. Wow, maar ja, dat is het bosdijken. Ik rijd toch als laatste. Ik heb geen vleugel meer. Nee, ik ook niet. Mijn is ook wijs. Oh, hier heb ik nog nooit in de pits gezeten. Nee. Nee. Hoe is nog nooit hier in de pits gezeten? Ik weet dat niet. Oh, er gaan er een deel naar de pit hoor, man. Ah, een Ferrari voor mijn neus. Ah, tjoe. Gezondheid. Wel, super, net niet hè, net niet. Wat? Mijn voice-over was verneukt. Die zegt... Nu reed ik onder de exit en ik was al weg. En dan zeg je nog release. Ja, maar dat is zo'n downie, hè, die gast. Ik heb een fucking pitstop van... Wacht. Mijn totale pitstop is... Nee, 38 water! Seconden. Wat? Hoe is dat je retired, Lars? Oh, Oroes has fucked me up. Hij zie je staan. Oroes has fucked me up a little bit. Moet ik mij ook anders gewoon in de muur zetten? Nee, rij maar door. Totaal vijfdejaars, zeg maar met 311 vijfdejaars. Totaal zevendejaars. Hou. 79. Hou, Jantje, zoveel zevendejaars. Ja. Dat verwacht bij zevendejaars 7 e elektrisch. Ja, het is meestal zo elektriciteit, ja, hout en ja. Metaal. Ja, wacht. Ik ga ook een zevendejaars doen, ik kan er 2 doen. 2 zevendejaars? Ja. Oh, een zevendejaars elektriciteit en een zevendejaars centraal verwarming, normaal gezien. Ik heb mijn leven gered. Ja, dat ik net, dat was net, ik had het gezien. Ik heb 5 CV zit ik in met 12 jongens.
In totaal 12 dus. Jury Hopen in de D300 en 322. Als ik met mijn wetenschapsklas zit, zit ik met 2 jongens. Met hoeveel zit je in totaal in de klas? Bij iets van 10 of zo. Waarom zit ik met zoveel in de klas? Omdat niet veel jongens wetenschappen doen. Ja, waarom doen al die downs centraal verwarming? Op het begin van het schooljaar waren er 2 van mijn klas die centraal verwarming gingen doen. Op het eind van het schooljaar meer dan de helft. Dat is kloten. Hier, want 5 auto's zijn het er maar 10. Auto? Ja, auto. Auto, installatie shit van auto. Ah, echt? Echt automechanic? Ja, automechanica. Oh, cool. 5 ET zijn 7 jongens. Handel, dat boeit niet. LC, laatste zijn ze ook maar met 7. Wat is dat hier? Ja, wat zijn ook allemaal voor kutrichtingen? 5 handel. EMT. Was EMT? What the fuck? Ja, dat is zo het bedienen van. Ja, EMT. Ja, dat is ook. Mechanica shit, gewoon allemaal mechanica. Het gaat over bedienen van zo machines. Zo 3D machines, CNC draaibanken, CNC ja, als je bent die dingen, oké. Okay, yeah. Ja, die zitten met 7 jongens en 10 meisjes. Tjus. Ja, M staat er voor meisjes, hè? Ja. Ja, in totaal zijn 17. Maar wat staat er bij jongens in J? Ja, dat is jongens, hè. Ja, mannen nee, gaat ja. Daar nog niet staan, hè. Ja, daarom. De mannen. De mens. Maat, in het zesde jaar... Is... Voller. In het zesde jaar van de centraal verwarming zijn ze maar met 5. Tjus. En bij auto met 17. Mooi. En bij Lasse met 8. En met hoeveel zit jij? Ik zit met 12. Nu, dit jaar. Maar we hadden bij het eindkermis gaan er zeker nog 2 weggaan. Kan ik u nu al zeggen. Hoezo? Omdat dat niet hun richting is. Ah. Een deel heeft gewoon gekozen voor de leerkracht. Echt? Omdat die leerkracht chill is, ja. Heb jij ook gekozen voor de leerkracht of? Nee, ik mocht die man eerst niet. Ah, oké. Okay. Nu doet hij al wat chiller, maar daar heb je ook gewoon dat gekozen, omdat die wisten niet wat ze wilden kiezen. En die willen dan geen auto gaan doen, want dat is redelijk zwaar. En ja, auto, ja, dat is helemaal iets anders. Lassen wou die dan ook niet, want dan lassen is gewoon lassen. En bij het centraal verwarm kun je nog redelijk breed gaan, hè. Qua sanitaire shit. Moet je nog altijd een lap rijden, godverdomme. Nog 2 zelfs. Ik rijd 2 minuten de ronde, hè. Nou ja. En die reden kunt je ook niet harder gaan, hè. Ja, ik voelde me wegslep, dus ik moest daar even zo rijden. Ja, maar ik rijd altijd daar zo, want anders, ook als het niet regent, dan slep je er nog weg. Je zit hier een appel te eten. Peer. Nee, ik hoor ook gewoon zo in mijn oor hoor gewoon dat je kraakt. Je gaat die Ferrari nog inhalen? Ik weet niet. Sowieso wel. Ik denk dat die AFK is.
Final lap of the race. Thanks, yep. Die gaat finishen. Wow, clean. Yep. Alleen heb je er wel 5 rondes voor nodig gehad. Ik heb er maar 3 voor nodig gehad. Kijk, zo zou het eigenlijk moeten regenen tijdens de race, of iets harder. Mm-hmm. Zo net dat je moet twijfelen tussen de wets of de inter. Driver behind. Niemand. Oh. Spijtig, maar die zei ook gewoon niks. Zoals een stilte. Dit is of facepalm. Nog één keer zo, oh ja, lele. Wat? Zet je nog in crash? Ja! Ik hoorde zo opeens koers. Laatste. Ik verloor controle, ik kreeg te veel van de curb. Ik had gek onderstuur. You fucked it up, mate. Ja, maat. Echt van kut. De T311, what the fuck? I don't have sin in school. Too many guys with bicycle bomber. Kom. And I need 2 with bicycle. Man. Gelukkig had ik dat niet gezien. Wat hè? Ja, you big crash. My crash. Your big filter. Ja, dat is verkeerd. Oh, die wegversmelling, dat is niet normaal hoe ik werd gecatapulteerd. Ja. Ik ga die race opslaan voor dat stukje nog eens te bekijken. Dat is echt normaal hè. Woop. Daar ging ik.